Veel is er niet over van de muziekinstallatie van DJ Jo Linting. Een laptop en een mengpaneel. Dieven hebben uit de opslagplaats een van zijn aanhangers gestolen. En juist die met de nieuwste spullen. Nou ja, ik werd 's morgens vroeg uit mijn bed gebeld. Het centrum bestaat niet, ik ben niet eens weg. In je slapen is dat dan nog. Ja, totdat het besef komt en je komt daar op ter plekke aan en je ziet daar de politie staan en een aanhanger in sloot en de boksen te water. Nou, dan zakt de moed al behoorlijk in je schoenen, hoor. DJ Jo van de VRO is sinds de jaren 80 al een begrip in de regio. Daarom kon hij dit weekend met behulp van muzikanten en collega-dj's toch gewoon zijn shows draaien. Het is een hard gelachje als je je spullen zo aantreft, maar als je de steun uit het dorpje weer ziet, super, hè? Jo wil zo snel mogelijk weer aan de slag, maar dan met zijn eigen spullen, want muziek is zijn lust en zijn leven. Ja, eigenlijk alles. Helemaal. Ja, ik draai plaatjes op mijn feestje en een partijtje. En voor de winkeliers als de Sinterklaas is, oh wacht maar, ik kort om. Het is gewoon een lekker feest als we er zijn. En daar gaat het hem om. De politie zoekt getuigen van de diefstal en Jo vraagt iedereen op te letten of zijn spullen op internet te koop worden aangeboden. Ja, het is het nieuwste van het nieuwste. Ja, ik bedoel, daar is natuurlijk een markt voor. Dat is wel zeker. En vooral omdat het vrij nieuwe en recente spullen zijn. Ja, we hopen het.